Ballistic Brass op Logo FM. Logo FM met Adrien en Matthias. Goedenavond. Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrien Berends. Ja, je hoeft hem niet meer zelf aan te zetten. Nee, dat is verwarrend, hè? Ja, dat is heel verwarrend. Ik denk dat we nog wel wat foutjes maken deze uitzending. Het mengpaneel is een beetje anders dan normaal. Ja, maar dat went ook wel weer. Dat went wel weer, joh. Dat gaat helemaal goed komen. Kijk eens wat ik mee heb. Je hebt de flyer van vorige week bij je. Ik heb ervoor moeten vechten thuis. Want? Want elke keer lag hij weer in het oud papier. Dan zei ik, nee, die moet ik mee volgende week. Anders dan heb ik een probleem. Ja, had hem in je koffer gelegd. Ja, dat had gekund, maar... Maar je hebt hem. Dat is belangrijk. Ik heb hem bij me, dus dan is hij in ieder geval uit huis. Dan hebben we dat probleem opgelost. Mm-hmm. Dus daar kan ik straks even iets over vertellen. Ja, en we hebben natuurlijk weer de WM-cellfoon, hè? Ja, vorige week toen belden we met Da Capo uit Lissen. Ja, en waar die dit keer heen gaat, nou, dat was nog even spannend, hoor. Ja, is het zo? Of het wel ging lukken allemaal, want ik kreeg op de valreep nog juiste nummers doorgestuurd. Oh, het is wel hetzelfde gebleven? Ja, het is hetzelfde gebleven. Dat weet ik, niet. Ik weet niet of het hetzelfde is. Ik kreeg gewoon een nummer doorgestuurd, maar hij is in ieder geval binnengekomen, dat is belangrijk. Dus die gaan we zo meteen gaan bellen. Ja, en dan horen we wel waar die terecht is gekomen. Ik ben zeer benieuwd. Ja, en natuurlijk nog de nodige nieuwsberichten hebben we ook nog... mee te delen. En natuurlijk ook muziek, want ook vanavond een uur harmonie van varen en brassband, zoals Henk ook al hiervoor zei. En dat kan natuurlijk niet zonder muziek, want anders dan haakt iedereen af, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt me ook beter dat we muziek draaien. En we hadden een verzoekje gekregen. Hè? Heb jij hem bij je? Ik heb hem niet bij me. Oh, maar ik heb wel een soort gelijk lekker iets zomers. Ja, ik ook. Oh, echt? Nou, dan hebben we twee zomerse nummers achter elkaar. Ja, want ik dacht van, ik vind dat nummer wat verzocht werd, hè, dat vind ik zo'n... Ja. Misschien wel even zeggen welke. Ik vind het trouwens best leuk, hoor. Samba de Janeiro. Samba de Janeiro, hij is afgezaagd. Ja? Is gewoon, ik ben hem meer dan zat. Ik kan hem wel waarderen. Ik dacht van, laten we eens wat anders zomers doen. Nu hadden we natuurlijk vorige week of twee weken terug, weet ik niet meer precies, maar hadden we Love Generation, hè? Ja. Maar dit is ook een zomerhit geweest. Van Kate Ryan. J-Lo. Nee, J-Lo? Ja, J-Lo. Oh? We gaan luisteren naar een nummer van J-Lo met Let's Get Loud.
muziek. Ja, dat was samba brass. Salsa brass. Al bijna. Ja. Samba, salsa, het is allemaal ongeveer één pot nat, niet? Ook leuk, hè? Ja, is, ja. Ook leuk. Heb je weer een botje of zo op het eind? Ja, want ik zei net al tegen je, van ik had eerst Papa Joe eigenlijk ook nog in gedachten van die kan ik wel doen. Maar ja, je hebt nu al een soortgelijk nummer gedraaid, dus dan ga ik niet ook nog die doen. Nee, maar het waren wel leuke, waardige vervangers voor Samba de Janeiro. Absoluut. En ook lekker zomers, al is het buiten wel een behoorlijk stuk afgekoeld, al moet ik zeggen, hier binnen merk je daar hier, niks je van. Er nog niet zo heel veel van. Nee, dat klopt. Maar We hebben natuurlijk een airco boven ons hoofd, maar die wil jij nooit aan, hè? Nee, ik heb laatst namelijk begrepen dat als je een airco hebt, dat het onttrekt eigenlijk de vocht uit de lucht, hè? Ja, dat dus als we hier een uur staan. Ik denk dat er dan gewoon niks meer van ons over is. Dat we allemaal verdampt zijn. Maar denk je dat het niet zo is als we hier blijven staan in de warmte? Want dan verdampen we toch ook? Nee, want dan zit het gewoon weer in de lucht. Dat ademen we wel weer in. Oké. Nee, dat goed. Is een hele logische redenering. Dankjewel. Juist. Misschien nog even goed om te melden dat... Dat we iets Katwijks hebben. Ja, iets Katwijks. Want ik heb een aantal weken geleden, toen was jij er volgens mij niet, heb ik al een keer genoemd dat in Katwijk een editie van de Maestro wordt gehouden. En nu is Maestro natuurlijk bekend van tv, hè? Die wordt altijd uitgezonden en... Fantastisch programma, vind ik dat altijd. Leuk, hè? Ja, ik vind dat echt heel leuk om te zien hoe bekende Nederlanders die niks in de muziek hebben. Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. Die hebben wel wat in de muziek soms, maar niet met het dirigeren van een orkest. En die hebben ze eigenlijk voor de Big Band Plus gezet, in dit geval. Een aantal bekende Katwijkers. Ja, dat was alweer 2 weken geleden. Tenminste, aankomende zaterdag 2 weken geleden. 20 mei was het zover. Ja. Dat het de zogenaamde Katukse Maestro. Ja, nou en daar is er inderdaad eentje uitgekomen, namelijk Caroline van Egmond. Ja, ik ken haar niet, maar waarschijnlijk is ze in Katwijk enigszins bekend, hè. En die heeft daarin gewonnen. Die heeft dus de wedstrijd goed weten af te ronden. Met als gevolg dat zij de winnares werd. Ja, nogmaals, ik blijf het iets heel moois vinden. Stiekem ben ik soms altijd wel een beetje jaloers op die mensen. Op wie?
Degene die dan mee mogen doen, denk ik van, het lijkt mij echt wel leuk om een keer zoiets te doen. Je zou natuurlijk ook gewoon een keer zelf zoiets kunnen organiseren en dan zelf zo zeggen van jongens, Ja, maar dat is raar. Als jij zelf iets organiseert, dat je er ook zelf aan meedoet, niet? Maar je wilt dus eigenlijk gewoon een keer gevraagd worden. Nou, eigenlijk is dat een stille hint, ja. Ja, nou, zo stil is hij niet meer. Hij is in ieder geval nu wereldwijd. Dus dat... ja, precies. Nou, dus jongens, wie weet helpt het. Misschien sta ik dan binnenkort in Maestro op tv. Ergens, ja. Of voor een korps, gewoon moet je het eerst eens plaatselijk proberen. Eerst plaatselijk, ja, dat is ook een idee. En dat je dan bijvoorbeeld... hier in de omgeving heeft ook wel eens iemand gedaan. Was Oosterdorp, toch? Ja. En Concordia? Ja. Dat is anders. Oldebroek. Ja, Oldebroek. Ja, nee. Excelsior Oosterdorp is ook David. Oosterwolde. Nou ja, goed. Ergens hier. Nou, in ieder geval ergens in de buurt inderdaad. Een van die orkesten heeft het toen gedaan. Dat weet ik inderdaad nog. Wat ook nog even leuk is om te melden. Even een andere kant van het nieuws. Nieuwe website voor Oranje IJsselmuiden. Ja, dat was ook alweer een tijdje terug. Ja, nou ja, we hebben hem hier even opengezet. En ik moet zeggen, dat ziet er echt wel heel veel beter uit dan de oude website die ze hadden. Die was ook wel prima, die was strak en mooi. Maar dit is echt een dimensie... Verder. Ja, ja. Absoluut. Okay. Dat is een mooie website, vind ik. Ik ken die andere niet zo goed meer, dus dat is voor mij... Die was helemaal zwart, weet je nog? Nee. Nee, dat weet je niet meer. Nee. Maar ja, dat maakt niet uit. Want dan zie ik dit en dan denk ik van ja, dit is inderdaad een mooie, frisse website. Ja. Met de kleuren van oranje die ook gewoon duidelijk naar voren toekomen. Dat zeg ik goed, hè? Bordeaux rood. Ja. Echt een mooie site. En kijk gewoon ook even gerust op de site oranje-ijsselmuiden.nl. En daar vind je in ieder geval de hele nieuwe site. Plus agenda en alles erop en eraan. Alle onderdelen die er zijn. Dus zeker een aanrader waard om daar eens even op te kijken. Ja, we gaan inderdaad ook nog even luisteren naar een echte gouden ouwe dit. Dit is echt een gouden ouwe. Je gaat hem herkennen van de Koninklijke Militaire Kapel. Let op.
Ja, ja, zie, daar ging het alweer mis, hè? Ik herkende hem wel. Ja, hè? Ja. Ik zat eerst met de verkeerde naam. Ja, de appeltjes van Oranje. Ja, dat zit er ook wel een klein beetje in. Maar eerst zat ik ook met Piet Hein. En dat, als je hem zingt, dan komt dat er wel in voor, Piet Hein. Ja, Piet Hein komt er zeker in voor. Want die heeft uiteindelijk deze zilvervloot veroverd. Ja, dat is wel een mooie... Hij is leuk, hè? Ja, hij is leuk. Ja, leuk. Ja. Gauw ouwe. Ja. Absoluut. En wordt het nummer ook wel eens gespeeld tijdens zo'n nationale tap toe? Want daar is hij vaste keer wel... Vast wel. Ja, dat denk ik wel. Ik heb hem zelf nooit gehoord op de nationale tap toe. Maar ja, daar wordt dan vast wel eens gespeeld. Ik kan het indenken, ja. Ja, want ik zei net al tegen je, van ik moet niet vergeten nu natuurlijk om dat nieuwsbericht ook te melden. Hè? Nee, anders heb ik dat foldertje voor niks meegenomen. Dus zullen we dat gewoon nu doen? Dan vergeet ik het ook niet meer. Want ja, goed, het is eigenlijk niks anders dan een reclamefolder. Ja, dat is het voor de nationale tap toe. Die is natuurlijk nog lang niet, maar die is pas in september altijd. 29 september tot en met 1 oktober, om precies te zijn, in Ahoy in Rotterdam. Maar ze zijn al wel druk met de voorbereidingen en ze willen alvast even laten weten wat er tot nu toe ongeveer op het programma staat. Nou ja, dat is natuurlijk dat er honderden muzici samenwerken aan een uniek showblok. En wat kun je daar verwachten? Nou, een stijlvolle ode aan veteranen, de traditional pipes en drums en het moderne VBA Dance Theater Center met hip-hop en breakdance. Dus dat is er ook te zien dit keer. Okay. Daarnaast zijn er ook altijd een aantal buitenlandse orkesten te zien. Hè? Bijvoorbeeld dit keer de Latvian Army Band, de Letse bondgenoten. Hè? En het Muziekkorps der Bundeswehr. Dus dat is vanuit Duitsland de militaire beroepsorkest. Ja, en de Reinier Seipkes, ik weet niet of jij hem kent. Nee, jij? Ik ook niet. Maar die gaat een element verzorgen met muziek te water. Oh echt, dat wordt een soort van aqua muziek. Ja, ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Dat kan natuurlijk een soort waterorgel zijn of zo. Hè? Maar het kan ook zijn dat hij onder water muziek gaat maken. Of dat hij met water muziek gaat maken. Ja, er is gewoon heel veel mogelijk natuurlijk. Ja, en goed, het muzikale spotlicht dat komt dan te staan op de klarinet. Met een uniek optreden van alle klarinetisten van Nederlandse beroepsorkesten. Dus als je een klarinetist bent of iets met houtwerk, zeg maar, dan is dit een soort van must-go. Nou ja, ik denk dat als je benieuwd bent, dan moet je het vooral niet gaan googlen. Maar die beste meneer, die heeft ook een site. Ah. Dan zie je wel dat hij veel optredens heeft in Nederland. Een muziekboot heeft. Dus toch een soort waterorgel, zie ik. Ja, en een trompet, een bugel heeft hij. Zal het dan toch zo zijn? Ja, dat is heel spannend. Althans, je moet er gewoon naartoe gaan en dan ga je meemaken en dan zie je ook wel wat het was. Maar het kan best wel zo zijn dat hij, hij gaat dus iets met water doen. We gaan het wel zien, horen. Ik ben benieuwd. Ja, dat denk ik ook. Hier, daar staat een filmpje. Misschien dat daar wat muziek onder zit. Wil je het proberen? Ja, ik heb hier een schuifje. Even kijken. Dat is een piraterij achter. Ja. Misschien moet je hem even iets doorspoelen. Dat kan niet. Dat lukt niet. We gaan hem gewoon even afluisteren straks. Nou, wie weet kunnen we straks nog wat laten horen. Wat misschien nog wel leuk is om te melden. En ik ga dat gewoon vertellen. Ook al weet ik niet of dat mag. Maar wil je nou kaarten bestellen, dan kan dat eventueel met korting. En dat kan bij 4 of meer kaarten. Dus dat is dan de voorwaarde, wou ik zeggen. Kijk. Maar dan wel op het water. Toch een draaiorgeltje. Dus ik denk dat iedereen naar de Maas gaat of zo. En dat daar zeg maar dan het plaats gaat vinden of zo. Ja, misschien wel. Nou, ja. Goed, leuk. Leuk, dan moet je gewoon zo mooi zijn. Ik had dus over korting, hè. Dat korting, kun je bestellen. Leuk. Dan moet je even gaan naar nationaletaptoe.nl/flyeractie. En dan kun je daar kaarten bestellen met als kortingscode flyer. En dan 2 hoofdletters NT van Nationale Taptoe. En dan weer 2017. Alles aan elkaar. Dus flyer, hoofdletter NT. En dan 2017. En dan krijg je 7,5 euro korting per kaart. Geldt wel bij eerste of tweede rangskaarten. Dus en dat tot, is even goed om tot te een bepaalde tijd. Hè? Ja, en tot 1 juli. Dus wil je deze kaarten met korting bestellen? Nou ja, dan via flyer, hoofdletter NT, 2017. Die kortingscode invullen op nationaletaptoe.nl/flyeractie. Dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, en als je na 1 juli deze uitzending terugluistert, dan heb je eigenlijk gewoon pech, want dan is de kortingscode verstreken. Dan is hij verstreken. En als je het nou gemist hebt, wat ik me niet kan voorstellen dat het zo vaak wordt voorgelezen, luister dan gewoon de uitzending terug. Dat kan rond
Ja, ik weet niet precies wanneer. Morgen misschien in ieder geval dat hij wel weer op SoundCloud staat. En ook meestal al wel 's avonds. En daar hoor je alles nog een keer in terugkomen. Ondertussen gaan wij nog even luisteren naar een stuk muziek. En dan gaan we ook al wel weer richting de klok van 6:30. En dus ook richting het spannende moment met wie wij zo dadelijk gaan bellen. Met de WM-cellfoon. Vorige week dus Da Capo uit Lisse. En ja, waar die dit keer nog gebleven is, naartoe is gegaan, dat gaan we zo dadelijk meemaken. Eerst van de nationale tap toe uit Breda toen nog, 1989. Dat is eigenlijk ook alweer bijna 28 jaar geleden. De Flora Band uit Rijnsburg en zij spelen de Royal Processional. Is de WM. Cellfoon. Mijn naam is Peter Kleinenschaars en ik luister graag naar Ballistic Brass. De WM. Cellfoon. Ja, en als het goed is, Matthias, hebben wij inmiddels weer iemand aan de telefoon. Volgens mij ook. Volgens mij ook. Met wie hebben wij het genoegen vanavond? Goeiedag, mijn naam is Nartsen Sloot en ik woon in Voorhout. Kijk, Voorhout. En dan hebben we het over Sint-Cecilia. Ja, daar ben ik lid van de muziekvereniging Sint-Cecilia uit Voorhout. Inderdaad, ja. Klopt. En wat is je rol eigenlijk binnen de vereniging? Ik ben nu gewoon spelend lid bij een van de onderdelen, namelijk de drumfanfare. Ja, en wat speel je precies? Dat varieert, maar de afgelopen jaren speel ik bariton, of euphonium heet dat. Ja.
Maar ja. Ik heb ook Schuif de Molen gespeeld en ook nog een tijdje Sousa Somers. Ah, kijk, dus je bent eigenlijk in alle markten thuis. Allround. Zeg maar, het is nog net het slagwerk wat ik er nog niet tussen hoor als soort van ander instrument. Nee. Wie weet komt dat nog. Dat lukt mij niet. Nee. we zijn eigenlijk vooral even benieuwd. Hè, want Sint Cecilia is mij niet eerder bekend geweest op het WMC. Dat klopt, hè? Nee, dat klopt. Zeg maar, we staan, even kijken. Over 2 jaar bestaan we 100 jaar. Ja. En dit jaar gaan we voor het allereerst met de drumfanfaren naar het WMC. Wereldmuziekconcours in de Kerkradenstad. En hoe is dat zo gekomen? Want je komt niet zomaar op het WMC terecht natuurlijk. Nee, je moet volgens mij wel een aantal concoursen van tevoren. Concoursen zijn muziekwedstrijden, zeg maar, van tevoren doen en voldoende punten halen. En de leden moeten ook wel zin hebben. Ja. Om dat te gaan doen, het is best een intensief traject, vind ik zelf. Ja. En ja, het kan maar 1 keer in de 4 jaar. Dus we hebben er 4 jaar geleden al aangedacht van zullen we het een keer proberen. Maar toen was de club nog eigenlijk te klein en te onervaren. Ja. En nu dachten we van als we het nu niet doen, dan komt het er misschien nooit meer van. Nee, precies. Want hebben jullie 4 jaar geleden ook al echt... je zei al van, daar hebben we er toen al over nagedacht. Hebben jullie toen ook al tegen de vereniging eigenlijk meegedeeld van... Hey jongens, over 4 jaar dan willen we graag aan het WMC meedoen. Dus het is handig als jullie een beetje blijven hangen. Nee, volgens mij niet. Voor mij is een jaar na het WMC is dat idee echt gaan het leven, zeg maar. Dus dat is 3,5 jaar geleden. Ja. Dat we echt dachten, we zoeken een nieuwe stip op de horizon. Een echte uitdaging voor iedereen, zeg maar. Want gewoon concoursen, dat hebben we allemaal al wat vaker gedaan. Maar zo'n WMC is echt wel een unieke kans. Ja, en voor de mensen die nu luisteren... 2,5 jaar geleden zijn we daar denk ik echt voor het eerst over gaan nadenken. Ja, precies. Want voor de mensen die nu luisteren en denken van... Sint Cecilia Voorhout, hartstikke leuk. Waar gaan jullie precies aan meedoen op het WMC? Je hebt een aantal onderdelen. En wij doen mee met de marswedstrijden. Ja. Dus dat is het lopende musiceren. En dan heb je 2 categorieën, de First en de World Division. En doen we in de World Division. Dat is de hoogste. Ja, want jullie spelen ook al met concoursen in de hoogste divisie. Ja. Ja, we zijn een verdenker. 20 jaar geleden denk ik opgericht. En in 10 of 15 jaar tijd langzaam opgeklommen van dus de introductiedivisie naar de hoogste divisie. Inderdaad. Ja, precies. Ja, want hoe is dat eigenlijk verlopen als je kijkt naar de repetities en zo? Want je zei net al van het is best wel een druk schema zoals het er nu naar uitziet naar het WMC. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe repeteren jullie? Wij hebben elke week een repetitie. Van 2 uur. Dan zitten we in een zaal onder leiding van een dirigent de muziek te oefenen. Ja. En we hebben ongeveer 1 in de 3 à 4 weken. En de laatste tijd is dat wat... normaal ongeveer 1 keer in de maand. Maar nu ongeveer 1 in de 3 weken een exercitie. En dat is dan het buiten marcheren. Ja, precies. Ja, wat hebben jullie ook een... Dat schema is wel wat geïntensiveerd richting het WMC toe. Ja, want hebben jullie ook een doel voor ogen? Van, we gaan nu voor het eerst naar het WMC en dit is graag wat we daar willen bereiken. Ik denk dat het belangrijkste doel is dat we er tevreden op terugkijken. En wanneer ben je tevreden? Nou, als we gedaan hebben wat we kunnen. Zeg maar, het is natuurlijk een jury sport. Ja, klopt. Muziek maken, met verspringen kan je zeggen, ik heb 100 keer geoefend. Excuus. Dat is en ik heb 100 keer 3,20 meter gesprongen, dus dat is mijn doel. Maar met de jurysport is dat lastig, zeg maar. Ja. De ene keer haal je voor dezelfde prestatie 80 punten en de andere keer haal je voor dezelfde prestatie 84 punten, denk ik. Mm-hmm. Dus het is lastig om te focussen, vind ik persoonlijk, naar een aantal punten. En als je kijkt in de ranking bijvoorbeeld, want sommige orkesten die kijken ook juist van we willen in de top 10 eindigen bijvoorbeeld. Nee, er doen volgens mij bijna 200 orkesten mee in diverse categorieën en klassificaties. En wij gaan natuurlijk voor het allereerst mee. Ja. En wij behoren niet tot de top van Nederland of de top van de wereld. We zijn gewoon een goed amateur orkest, denk ik. Ja. Dus dat doel hebben we ook niet. Maar ik denk wel, we zijn afgelopen keer naar de try-out geweest. Vorig weekend was dat. En toen hadden we allemaal het gevoel van we hebben maximaal gepresteerd. Ja, maximaal gepresteerd, hè? Ja. Ik bedoel, beter als we gedaan hebben, zijn we op dit moment niet.
En ik zelf ben tevreden ook als we dat gevoel hebben na het WMC. Dat we zeggen, nou oké, we zijn we hebben op de top van ons kunnen gepresteerd. We hebben er alles aan gedaan. De afgelopen maanden en 8-9 maanden zijn we er nu aan bezig. En we hebben gewoon het maximale uitgehaald. En of het dan beloond wordt met zoveel punten of een paar punten meer. Dat is voor mij persoonlijk een beetje voor ondergeschikt belang. En werd er op die try-out ook met punten gewerkt? Of was het alleen commentaar? Ja. Oké, en wat was het aantal punten voor jullie? Wij hadden afgelopen keer 80 punten, zeg maar. En dat was de ene beste score van de dag. Oké, en dat... Dus er waren een aantal orkesten die dan ook meededen zonder puntenwaardering. Ja. Die kregen dan wel opmerkingen van de jury, maar die wilden niet dat hun punten bekendgemaakt werden. Mm-hmm. Vanwege tactische redenen of anderszins. Dus daar kan ik me niet mee vergelijken. Maar van degenen die wel punten kregen, waren wij de op ene best. Oké, okay, dus dat vonden we hartstikke leuk. Zeker, ja. En dat is misschien ook wel het uitgangspunt. Althans, het zou mooi zijn om het te evenaren op het WMC, zoiets. Dat zou wel leuk zijn. Maar volgens mij doen er 20 orkesten mee op de dag dat wij gaan. Dat is zondag 16 juni. Nou, ik bedoel meer dan 80 punten. Oh ja, dat zou leuk zijn. Ik heb het gevoel dat ze het afgelopen keer... dat weet ik niet zeker, want ik ben er niet heel erg expert in, maar redelijk zwaar hebben bejureerd. Dus echt wel gekeken van, de meetlat op het WMC gelegd. Het was ook een WMC try-out. Ja. Ja. En niet de meetlat gelegd op een ander concours. Maar dat is mijn eigen interpretatie, dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Nou, wellicht valt het dan altijd mee. Ja. Dus het was hartstikke leuk. En nu stellen we altijd een moeilijke vraag aan het einde van het interview. En dat is namelijk, wat verwacht je zelf als winnaar uit de bus in de divisie en het onderdeel waarin jullie zelf mee gaan doen? En dan de nummer 1 overal, zeg maar. Wat ik verwacht? Ja, wie verwacht je op nummer 1? Nee, er zijn een aantal goede korpsen uit de regio. Er zijn ook een aantal goede korpsen in... de rest van Nederland en een aantal goede korpsen over de rest van de wereld, zeg maar. Ja. Dat is inderdaad een moeilijke vraag, laat ik het zeggen. Ja, precies. En daarom stellen we hem natuurlijk ook. Hè. We willen een beetje prikkelen. Ja, ik durf daar geen voorspelling op te doen, zeg maar. En als we het over een top 3 zouden hebben, zo van er kan onderling nog wat wisselen, maar dan heb je wat meer speling, zeg maar. Zouden er dan drietal korpsen zijn die voor jou mee gaan doen? Nee. Laat ik dat niet doen. Laat ik dan zeggen dat ik zelf zou willen dat we er zelf bij horen. Ja. Dat verwacht ik niet. Nou, maar ik vind dat wel... Laat de beste winnen. Dus. Nou, dan gaan we daar gewoon vanuit. Bedankt voor het, voor het interview. Ja. Ja, wanneer zijn jullie trouwens te zien? 16 juli. 16 juli, ja. Oké, okay, dus dat is... Zondag 16 juli hebben we dan het optreden in Kerkrade. We doen vrijdag 14 juli. Als we het rond krijgen, doen we een try-out in ons eigen dorp Voorhout. Kijk aan. Kijk. En daar is dan te zijn de tijd wordt iedereen in het dorp daarvoor uitgenodigd. En jullie mogen ook komen. Nou, houden we zeker in gedachten. 14 juli dus, hopelijk de try-out. En 16 juli in ieder geval de deelname. Heel veel succes nog met de laatste voorbereidingen richting het WMC. En hartstikke leuk dat wij vandaag ook even jullie mochten bellen over dit onderwerp. Oké, vriendelijk bedankt voor het gesprek en een fijne avond. Van hetzelfde. En een goede uitzending nog. Bedankt. Dag. Dag.
Ja, dat was de Mars Liberty, uitgevoerd door de Koninklijke Landmacht, FKKL, en de Brede Wapens. En zoals we al een Twitterberichtje kregen, ook de WMC-Mars uit 2013 van Oranje IJsselmuiden. Kijk aan, en daar hadden we het ook al eerder over, want zij hebben dus een nieuwe website, dus kijk daar ook nog gerust even op. Dan, ja, kun je dat meteen even zien en bewonderen. En daarvoor in de uitzending dus aan de telefoon een, ook wel eens een keer leuk, hè? Een spelend lid van Sint Cecilia uit Voorhout. Voorhout, ja. En meestal, ja, doorgaans dan heb je toch wel een tamometer, een voorzitter. En het is ook wel eens een keer leuk om een spelend lid aan de telefoon te hebben die juist vol passie vertelt over wat had hij eigenlijk allemaal niet gespeeld. Bijna volgens mij alles wat jij ook al zei wat voorbij kwam. Dus hartstikke leuk, Sint Cecilia. En volgende week, ja, dan is het maar weer even de vraag waar die naartoe gaat. Blijven we inderdaad meer aan de westkant van Nederland hangen? Of wellicht reizen we weer af naar het midden, het zuiden, het noorden? Zeg het maar. Dat dus. Nog even, vorige week toen hebben we het gehad over het jeugdfestival bij de Euroband. Bij de Jong Euroband wel te verstaan. Dat was afgelopen zaterdag 27 mei. En ja, dat is dus wel gehouden, maar het was echt wel een verhit festival. Op alle fronten werd wel zo gezegd. Want het was namelijk nog nooit zo warm en dat gold ook in Rotterdam. Daar was het ook tropisch en toch ging het muziekfestival wel door. En de uitslagen daarvan kunnen we zeggen dat Showcorps Jong Excelsior de grote winnaar is van het festival. Door maar liefst 2 van de 3 onderdelen te winnen. Ze wonnen zowel het onderdeel stilstaand als het onderdeel mars. En ze scoorden daarop de meeste punten. 2 bekers in de hand dus. En daarmee ging de tabometer in ieder geval na de prijsuitreiking het veld af. Nou, en bij het onderdeel show ging de beker naar de Jeugd Rijnmondband. Zij wonnen daar met hun nieuwe show Golden Oldies Grooves. En die viel bij het publiek en ook bij de jury gewoon duidelijk in de smaak. Nou, al met al kan de Jong Euroband wel terugkijken op een in alle opzichten geslaagde uitvoering van hun eerste jeugdfestival. En wellicht ook wel dat er een vervolg aankomt. Hopelijk dan wel iets met minder warme temperaturen, zo werd ook aangegeven. Maar goed, dat is in ieder geval iets voor volgend jaar. Want wie verzint het nou op 27 mei dat je dan 30 plus hebt. In ieder geval een mooi festival, volgend jaar wellicht weer. En hou korpsmuziek ook in de gaten, want daar staat deze informatie ook natuurlijk gewoon op. En over korpsmuziek gesproken, ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken. Als je nou ook vindt dat die site moet blijven bestaan, dan kun je ook doneren. En ik zie in hun een Twitter feed op de zijkant van de van de website, dat Amigo, ja, dat moet ik echt zeggen, die is daar ook heel goed mee bezig. Die geeft regelmatig ook aan van jongens, als je inderdaad wil dat korpsmuziek blijft bestaan, help dan even mee met doneren, zodat er een nieuwe site kan worden gebouwd. En inmiddels is er al een bijna €1400 opgehaald door zo'n 50 donateurs. En dat is een mooi bedrag en er kan nog steeds gedoneerd worden, want het streefbedrag is nog niet gehaald, maar het komt zeker wel in zicht. Dus dat dus. We hebben nog 13 dagen, hè? Er zijn al 13 dagen te gaan en dan is het 12 juli, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, 12 juni. Juni, sorry. Ja, ja, en maar dan denk ik van ja, en wat nou als je het niet haalt? Dan zal het toch ook wel op een andere manier. Dat moet gewoon gehaald worden. Het is 78% van het bedrag wat nodig is. Dus doneren kan vanaf een tientje. Dus volgens mij is dat best te doen. En je kunt nog voor tegenprestaties kiezen, hè? Want dat vind ik het leuk altijd aan voor de kunst. Ja. Dus ja. Dat kan zeker. Zeker een aanrader. Nou, nog een stukje muziek. Ja, lijkt me goed. Ook wel een volgens mij best wel leuk nummer voor in deze iets wat mindere temperaturen. Love is in the Air, uitgevoerd door Brassband Willebroek.
Nou, dat is weer een Bernhards eindje dit, hè? Ja, is het zo, ja? Ja, dit is weer zo'n jammer eindje. Zo van, oh ja, we hebben het einde van het nummer. Laten we nog even een slotakkoord doen. Zo afgelopen. Oh ja, dat vind jij dan? Ja, vind jij dat niet dan? Ja, dat weet ik niet. Zo let ik daar nooit op. Oké. Okay. Nee. Ja, dan zou je dat eens wat vaker moeten doen. Ja. Misschien ga je dat nu al doen, nu ik dit gezegd heb. Misschien ben je nu voor de rest van... Van je leven getekend. Ja, ja. Verpest zou ik zeggen. Ja. Maar goed. Ja, laten we het niet gelijk verpest noemen. Nee. Zo erg is nou ook weer niet. Oké. Okay. Jij gaat nog even naar een andere site, terwijl ik wat wou lezen nog. Ja, nou, ik dacht even kijken. Ik doe dat gewoon. Ja, dat dacht ik zeker. Want er staan natuurlijk alweer wat tattoos op de agenda voor de aankomende periode. Zeker. En waaronder die ook vanuit Den Bosch. Want die hebben we vorige week ook al wel even kort genoemd. Maar ik was toch even benieuwd van, wat staat er dan nu nog meer voor misschien wel iets dichterbij op de agenda? Ja, want Den Bosch is natuurlijk nog een stukje verder weg. Of eigenlijk moeten we Zethovenbos zeggen. Want dat is natuurlijk de juiste benaming. Die is namelijk pas, tussen aanhalingstekens, op 17 juni. Klopt. En dat duurt nog even. En daarvoor zijn er ook wel wat. En ook misschien wel even leuk om te noemen. Het is wel wat verder weg. Vrijdag 2 juni is er een taptoe in Woerden. Nou, wat komt daar? In ieder geval Amigo uit Leiden, Irene uit Ede, Vios uit Meidrecht en Harmonie de Vriendschap uit Woerden. En wellicht dat er nog iets meer is, maar dit is in ieder geval hetgeen wat taptoes.nl aangeeft. Best een leuk deelnemersveld, zoals je dat ziet. Zeker. Begint om 8:30 en duurt tot een uurtje of 11, als het goed is. En dan hebben we op zaterdag 3 juni. Ja. Er gaat iets mis. Wat gaat er mis? Oh, wacht even. Nee, dat is vrijdag 2 juni. Dat zei ik ook. Dat heb ik eigenlijk niet zo goed opgeslagen. Nou, dat was vrijdag 2 juni, die van Woerden. En 3 juni, dat is zaterdag dus, Taptoe Leiden. En dat is ook zeer een leuke aanrader. Want daar vind je Ades Musica uit Sassenheim, DVS uit Katwijk, Kunst en Genoegen uit Leiden en de Flora Band uit Rijnsburg. En dat is natuurlijk een... mooi deelnemersveld. Zeker gezien het WMC wat er... aan zitten komen. Zeker. Om ook eens te kijken of zij wellicht daar hun WMC-show al laten zien. Nou, daar ga ik wel vanuit. Kijk, de Flora Band sowieso natuurlijk met hun Britische songs. Ik heb even niet meer helder hoe de show heet, maar alle traditioneel Britse muziek, hè. Ja. TVS gaat met, hoe heette die show? Ja, ik hoor hem zo in mijn hoofd. Maar ik heb even ook daar ik heb het laatste filmpje trouwens daarvan gezien. Zal ook. Ik anders zeggen wat we wel weten? Ja, Ades Musica, de composer. Oh, dat weet je wel. Okay. Ja. En Kunst en Genoegen? En Kunst en Genoegen, die gaat iets met klassieke werken. Oké. Okay. Meen ik. Nou, daar moet ik over naartoe gaan. Ja, ik weet niet of zij ook de show al gaan laten zien. Nee, dat weet ik ook dat niet. Dat is de enige die ik niet zeker weet. Maar die andere drie... Vast wel. Vast wel. En wat ook leuk is om te zeggen, dat er ook een voorprogramma is. En wel met junioren taptoe. En dat is met Jong DVS, Jong Flora Band en Jong KNG. En dus ook de jeugdafdelingen worden in dit geval een platform geboden om hun prestaties aan het publiek te laten zien. En dat is natuurlijk leuk om daarbij aanwezig te zijn. Dat is dus de taptoe in Leiden. En als je daar naartoe wilt, dan... kun je even in ieder geval op de website kijken van taptoes.nl. Daar staat in ieder geval ook een uitgebreide beschrijving van deze taptoe die gaat plaatsvinden. Ja, dat is zeker waar. Ik kan het zo snel niet vinden. Wij gaan in ieder geval nog even... Ja, of we kunnen ook wel vast afsluiten. Misschien is dat net zo handig. Ja, ja, want ik zie inderdaad op de klok dat we nog 4,5 minuten hebben. Dus ik denk dat het goed is dat wij het programma gewoon vast afsluiten. En ondertussen... dan kan ik even opzoeken van hoe was het ook weer. Volgende week dan zijn we er natuurlijk gewoon weer met een uur Ballistic Brass op Loco FM. En dan is het maar weer even afwachten wie we gaan treffen aan de WM Cellfoon. Dit keer zaten we dus bij Sint-Cecilia uit Voorhout. En volgende week, dat is dus nog even... ik ben benieuwd waar we heen gaan. Het kan best zijn dat we blijven hangen in het westen. Verder... Natuurlijk ook dus de taptoes die gezegd zijn. Aankomend weekend vinden er een aantal plaats in Leiden en in Woerden. Vrijdag en zaterdag. Kijk op taptoes.nl, want op korpsmuziek.nl, waar ook wel meer informatie over deze taptoes te vinden is. En verder dan... Ben jij de volgende week? Ga ik wel vanuit. Ja, oké. Nee, want we hebben nog wel eens wat discussie daarover. Ik ben er als het goed is ook volgende week. Oh, als er niks zomaar tussen komt. Ik dacht dat jij nu even ging zeggen dat jij er niet zou zijn. Dat zou ik dan wel weer jammer vinden. Nee. Ik ben er natuurlijk gewoon bij welzijn en gezondheid en leven.
ja. dan ben ik hier gewoon. Vorige week zei ik dan als een leuk ijs en wederdienende. Nou, het ijs was ver te zoeken voor dagen. Dat was flink gesmolten, laten we het daarop houden. Dus dat was geen belemmering. Nou, dat denk ik ook. We gaan zo afsluiten. En voor het eerst in onze carrière gaan we het nummer helemaal, denk ik, horen. Oh, echt? Met Vipret van de Drumcards uit Delft. Een cd die we echt amper draaien. Jammer. Dus ik vond dat zeker de moeite waard om eens een keer te draaien. Wat ons betreft, tot volgende week. Hoi, hoi.